Hallo allemaal en welkom bij Dreams. We gaan hier verder. We gaan nu daadwerkelijk met de tutorials beginnen. Dus we gaan hierheen. Wij gaan naar Dream Shaping toe. En we gaan naar de Dreams Workshop, naar de tutorials. Vorige keer hebben we gezien hoe je dit poppetje heen en weer beweegt en wat je allemaal kan doen in Dreams. Maar vandaag gaan wij daadwerkelijk beginnen met de tutorials. Dus laten we ook maar meteen van start gaan. Het zijn er 4. En de stappen zijn 8 stappen in deze tutorial. Start Dreaming 1, deel 1 van de 4. En het zijn 8 stappen. We gaan kijken hoe ver we komen. Ik probeer de tutorials zo rond het kwartier te houden. Dus tegen die tijd zal ik hem stoppen. Dus ik weet niet hoe lang het gaat duren. We gaan beginnen met de tutorial. We zetten op start. En we moeten een clue gaan vinden. Hebben we de imp onder controle? Ja. Yep. We gaan trucjes leren. En nou, sommige dingen zijn gewoon oké, sommige dingen zijn fantastisch. Het is belangrijk dat je de stappen goed volgt. En het gaat niet om de tijd, zodat je het zo snel mogelijk doet. Maar dat je de reis die telt. Het gaat er gewoon om dat je alles leert. En we zijn nu in de editing modus. En daar gaan we onze eigen scènes in bewerken. Eerst gaan we eens kijken hoe we nou daadwerkelijk kunnen bewegen in een scène. Hoe kunnen we sturen en rondkijken? Nou, laten we eens gaan kijken wat hij ons gaat vertellen. Deze tutorial duurt bijna 4 minuten. Oh, kijk. Als je dit icoontje hebt, dan kan je zien dat je in edit mode bent. Oké, hiermee kunnen we met X klikken en dan... Zo. Oké, kijk, daar zie je hoe alles werkt. Door op de X te drukken. Dit is het bouwmenu. Oké, hier zijn alle modes die we nodig hebben om onze scènes in elkaar te gaan zetten. Met het vierkantje maak je het open en dicht. Oké, we gaan hem dichtmaken, want we hebben hem nu niet nodig. Maar met het vierkantje kan je dus open en dichtmaken. En door hierop te klikken met X kunnen we dat de controls zien. En in edit mode gaan we rondlopen en we gaan kijken hoe dat moet, want het is anders dan in de speelmodus. Oké, er is een pop ergens verstopt. En die hebben we straks nodig. Oké, er zijn clues. Hoe gaan we rondkijken? Nou, je moet rondkijken door... Forma is een eiland met wat vormen erop. Oké, met de linker stick kan je om je heen kijken. Oh, kijk. Zie je? Is er ergens een oranje driehoek? Ja, kijk, hier. Is er een blauwe kubus? Kijk, daar is een blauwe kubus. Nee, dit gaat allemaal met de rechter stick. Dat is heel makkelijk nog steeds. Ja, ik heb hem. Ja, daar is de roze piramide. Dan moet je eens omhoog kijken. Ja, dit is allemaal gelukkig nog allemaal erg makkelijk. Dus okay. Dit is het los van de imp. Dit doe je dus niet met je controller omhoog en omlaag. Wat je nu niet. Oh, zo, kijk. De eerste clue die we moeten vinden. Oké, met de left stick kan je zo bewegen. Oké, nou dit is gewoon net zoals Fortnite eigenlijk en zo. Zo, met voor naar achter ga je naar links en rechts en zo. Kijk. Nou, dit is dit begrijpt iedereen nog wel. Dit is makkelijk. Dus met rechts ronddraaien. Oh, kijk, met options kan ik hem weer in het centrum zetten. Pats, daar is hij weer in het midden. Ja, ik heb al iets gevonden wat als een clue eruit ziet. Oh. Kijk. Ja, nou, ik heb de clue gevonden, maar daar doen we dus nog blijkbaar 50 seconden over. Oh, oké. Je kan hiermee vooruitspoelen en terugspoelen. Oké, en je kan skippen. Skip to end. Rewind step. Oké. Ja, je kan hem zo verplaatsen. Leuk met, rechter, met de rechter muis trigger. Ja, oké, dit vind ik allemaal niet zo spannend. Je kan ook in het groots bekijken. Oké, nee, als je hier gaat kijken, dan krijg je meer informatie over de stappen en zo. Maar dat is voor ons, nu niet zo spannend. De arrow button, nou, dan moeten we hier dus klikken als we klaar zijn. Nou, dat was step 1. Dat was makkelijk te doen. Deze duurt 1 minuut. Yep. Nou, dit gaat nog goed. Het lijkt op een raket. Nou, we gaan dus gewoon een raket bouwen. Oké, we moeten...
What? Oh, daar, kijk. Daar is een eiland. Oké, hij zegt dat dit dus de onderdelen van de raket zijn. Hiermee moeten we dus de raket gaan bouwen. Nou, met links ga je dus naar voren en naar achter. En van links naar rechts, zoals je ziet. En met de options te drukken kan je hem weer in het midden zetten. Nou ja, dat is allemaal hartstikke simpel nog steeds. Dat weten we hoe het werkt. En volgens mij zijn we er. Oh, kijk, als ik nu hem zo stilhoud, dan krijgen we deze dingen te zien. Oké, we moeten uit de cilinder en de cone kijken. Dus dit is de cone en dit is de cilinder. Oké, nou, ik ben klaar. Dan gaan we naar de volgende stap. Dit gaat snel. We gaan de raket in elkaar zetten. Nou, we moeten dit nu gaan doen. En met rechts 2, de rechter trigger, dus die aan de onderkant zit, kan je hem oppakken. Dus met het puntje van je imp aan de bovenkant pak je alles. Zie, daar is een icoontje in een cirkel, dat is de beweegcirkel. Nou, het is de verplaatstoel, zijn we nu aan het gebruiken. Dat kunnen we zien en herkennen aan het plaatje, de pijltjes-icoontjes. Dit is de standaard tool die we gebruiken. Nou, we kunnen dus. Nou, dit hebben we al geleerd in het begin natuurlijk. En met R2 kunnen we nu dingen oppakken. Dan kunnen we met R2 oppakken. En dan als je hem op hebt gepakt, dan gebeurt dit. Zo. En dan. Zie je? Oh. Dat beweegt. Het is wel lastig. Kijk, nu zit hij daar. Het was wel een beetje lastig het bewegen. To move the cone backwards and forwards. Zo, daar hebben we dus met R2. Oh, kijk, en hier is het dus belangrijk, want mijn imp zit daar. Dus je kan alles verplaatsen als je wil. Sommige dingen kunnen door elkaar heen en zo, dus dat is niet zo erg. En hij zegt dat we het nu ongeveer in de juiste plek moeten zetten. Oké. Skip to end. Huppla. Dat bespaart weer een paar seconden, want we waren aan het einde. En nu moeten we gaan kijken dat hij er goed op zit. En het is belangrijk dat je dus van alle kanten gaat kijken of het er goed uitziet. Want we maken dingen in 3D. Dus we moeten alles ruimtelijk bewerken en dus zorgen dat het er wel goed uitziet. Oh, we hebben een grabcam. Daarmee kunnen we beter om onze dingen heen pakken. Oké, nou met de grabcam, met de camera, kunnen we dus om dingen heen roteren. Maar hoe doen we dat? Welke toets moeten we daarvoor gebruiken? Dus de R1, dus de bumpertoets, dus aan de bovenkant. Daarmee kunnen we dit doen. Ah, dit is wel super handig. Nou, links en rechter, linker en rechter sticks, die doen hetzelfde. Oh nee. Met de rechter stick kan ik omhoog en omlaag, dat doe ik nu. En met de linker stick kan je in en uitzoomen. En als je de R1 bumper loslaat, dan gebruik je hem niet meer. Oh ja, kijk. En als ik dus nu zeg maar iets dit... een beetje hier. Zo. Oh, ik kan ook een kleine beweging maken. Ah. Kijk, ik kan met de R1-toets... met de R2-toets, dus de trigger, kan ik... als ik hem een klein beetje indruk, kan ik deze dingen ook doen. En dan kan ik hem iets minder grove bewegingen maken. Dus dat is wel heel erg relaxed. Oké, skip to end. We gaan naar de volgende. Kijk waar we nu zijn. Nog een clue. Oh, die is hier. Oh. Ah, hoe kom ik daar? Sheesh. Ja, daar is hij. Oké, daar is er één. Kan ik er nog één vinden? Op een eiland. Hier is er één. Zo, even options toets. Zo. Oké, met links duurt het te lang, zegt hij. Met de grabcam, dus met R1 kan ik het sneller doen. Dan kan ik iets aandrukken. En dan, ja. Dan als ik dan links doe... Wow, dit gaat inderdaad veel sneller. Yep. Dus met R1 en dan links en rechts kan je veel sneller van plek naar plek. Wat me trouwens opvalt is, het ziet er echt mooi uit, dit beeld. Zie je dat? Die kleuren en zo. Nou, en met R1 kan je dus helemaal naar het eiland toe. En hier kan ik dus heel snel hierheen. Oh, er is nog een snellere manier. Hoe kan ik nog sneller? Oké, met L1 erbij. Oké. Wow. Oké. In dreams, holding down L1 changes what the other buttons do.
Oké. Okay. Ja, wat moet ik doen? Ja, ik moet naar de raket toe. Oké. Okay, eerst L1 en dan R1. Wow, dan gaan we er in één keer. Handig. Dus eerst L1, R1 en dan zoep ga je erheen. Maar je moet wel op iets getarget hebben. Okay, nou dit is handig. Now that you know how to move around quickly, see if you can find the next clue somewhere on the island. Ja, denk daarboven. Remember to use the grab cam to look around the whole island. Maar wat zoek ik? You found the clue, you can move on. Wat zoekt hij als clue dan? Ik denk dat, maar oké. Zo, we gaan naar de volgende stap. Oh, oké. It was on the back of the orange cube. Kijk, een trashcan. We hebben een vuilnisbak gevonden. Dus we gaan dingen verwijderen nu. Hoe gaan we dingen verwijderen? Dus, ja, oké, de delete tool. Dat zover waren we natuurlijk ook al. Hadden we ook al kunnen bedenken. Maar hoe gaan we dingen deleten? Ja, oké, hoe doen we dat? Hoe deleten we hem? Oké, met het driehoekje. Als ik dus nu... Hup, en hij is weg. Handig. Dat is handig. Het driehoekje is hij dus weg. Maar hoe krijg je hem weer terug? Want soms als je iets wil gedaan... Oké, die is nu weg. Die moest ik deleten. Oké, kijk. Met de pijltjes toetsen op je controller kan je als de linkerkant doet, dan kan je naar links, doe je undo en rechts is undo, redo. Oké, dus links en rechts op je cursor toetsen, op de pijltjes toetsen zeg maar, kan je dingen dus terugbrengen en weghalen. Oké, nou er is hier een pijl omhoog. Goh, wat zou daar nou zijn? Ja, kijk erboven. Oh, ik moet zeggen dat het sturen is nog best tricky. Oké, next step. Volgende stap. Nou, dan gaan we nog best redelijk hard er doorheen. Dat is goed te doen. Ja. Oh, wauw, ik ben helemaal... we hebben nog één techniek. Oké. Ja, met L1 verandert de grabcam, dat weten we. Oké, de left stick wordt ook anders. Ja, normaal ga je met links naar voren en naar achter, dat klopt. En als ik L1 ingedrukt hou, oké, dan ga ik omhoog en omlaag. Dat is heel erg relaxed. Oké, nou en hier is een trap en ik weet al dat ik die trap nodig heb. En kan ik dan nu met L1 zo omhoog? Ja, kijk eens aan. Oké, zo. Rotate. Even kijken. Hoe L2 is rotate. Oh, kijk, zo. Met de L2-button kan ik hem dus draaien, dat zien we daar staan. Oké, volgende stap. Ik ben hier boven op het eiland. Zo. Ik heb al een beetje vooruitgekeken natuurlijk. Zo. Connie, dit is het poppetje waarmee ik moet gaan werken. Om deze tutorial af te maken moet Connie door de deur heen lopen. Hoe ga ik naar play mode? Dat doe ik door hier te klikken, denk ik. Oh. Hoe ga ik naar play mode? Niet door X te drukken hier. Ja, nou, in de playmodus kan je dus zeg maar dat poppetje weer gaan besturen. Weet je, met R2 moet je dan erin gaan. Je kan dus geen verandering aanbrengen, maar je kan wel kijken hoe je veld werkt. Maar hoe ga ik hierheen? Oké, als ik op de options klik, dan ben ik hierheen playmode en dan kan ik op het... dingetje hier drukken. R2 met possession hem. Hopla, daar ben ik. Kijk, wat gebeurt er hier? Uh-oh. Nee, ik red dat niet. Ja, dat is de bedoeling. Nou, met R2 kan je erin gaan zitten. Hopla. Nou, dat moeten we dus possessen. Nou, zie je, dus dat redden we niet. Dus dat betekent...
Oh, we moeten door de deur heen gaan om het tutorial te eindigen. Alleen, ja, dat is een probleem. Ze willen dus dat we eigenlijk dit nodig moeten doen. Nou, ze kan springen. Met X kan ze springen, maar dat redden we nog steeds niet. Het is, het lukt niet. Hij is iets vergeten om de trap erin te zetten. Dus hier gaan we door weer op option te drukken, gaan we weer naar de edit mode. En dan wil hij dat wij deze trap hier neerzetten. Zo. En hopla. Dan hebben we de trap neergezet. Dan gaan we weer naar options toe. Gaan we weer naar play mode. Proces. Nou, kijk. Nu kunnen we dus hierheen. We zullen nog eventjes deze tutorial afluisteren. Want we zitten nu op de 16 minuten. Dus dat is heel erg netjes. En dit is ook het einde van de tutorial. We zijn bij stap 8 van 8. Dus dat komt mooi uit. En ja, zie je dus dat... hij legt je nu uit dat je, als je het verwijderd hebt, dan kan je met links en rechts toetsen. Kan je dat eraf halen. Zullen we eens kijken of hij nog of er nog iets anders boeiends komt. We gaan even naar edit mode. We gaan even snel, nee, niet skip to end. Volgende 10 seconden. De trap is erin gezet. Oké, nou ja, we gaan weer hierheen. Dan moeten we weer options. Nou, hij vindt dat het een handige manier is om je scènes te testen. Dat klopt. Hij moet het nu met... we moeten even testen of het werkt. Ja, klopt. Nou, dus als we hier doorheen gaan, dan gaan we... Nou, hij legt nu dat er allemaal nog meer mogelijkheden zijn. Dat als we dit eenmaal gedaan hebben. Dat dit is de basis van het creëren. We gaan erin. Dit was... de eerste tutorial, saving tutorial progress. Ja, dat is wel heel erg relaxed dat hij het opslaat. Continue. En we zijn beginner, hebben we nu gedaan. Daar zijn we mee klaar. Dan krijgen we hier continued tutorials. En we gaan door naar de tutorials. Kijk. Zie je? Deel 2 van 4. Deel 3 van 4. En hier hebben we deel 4 van 4. Nou, we hebben dus deel 1 gehad. Volgende video gaan we deel 2 doen natuurlijk. En dan gaan we deel... Ja, we gaan zo door. We gaan deze allemaal doen van beginner. En we gaan de gevorderde dingen gaan we ook nog doen. Maar dit was het voor vandaag. Dus ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei.